Ja, welkom bij deze Tegenlicht Meetup over de aflevering Wat als de handel stilvalt? Wat als de handel stilvalt in de wereld? Een documentaire die ons laat zien hoe ongelooflijk ingewikkeld we hebben gemaakt voor onszelf. Met ons handelssysteem, met ons complexe economische systeem, waar van alle kanten, alle hoeken in de wereld allerlei onderdeeltjes bij elkaar moeten komen om voor ons om een product te consumeren. En de kwetsbaarheden die dat met zich meebrengt natuurlijk voor de toekomst. En in deze meetup gaan we nog een stapje verder dan de aflevering natuurlijk. We gaan verkennen wat is nou de essentie van die systeemkritiek die we in de documentaire zien. En wat zijn de mogelijke alternatieven? Heel erg leuk dat jullie hier zijn. Welkom, welkom. Nog allemaal heel erg stil. Hoe gaat het met jullie? Gaat gelukkig goed. Oké, een beetje enthousiasme. Fijn. Hebben jullie er zin in? In dit gesprek? Ja, oké, het komt los, Fijn. Hey, wij gaan een uur praten met de maker van de film, met verschillende gasten die hun perspectief kunnen brengen, met de verteller van de film, die zit hier recht voor me. En daarna hebben wij nog een half uurtje ongeveer met elkaar om het gesprek te voeren. Dus onthoud vooral alle goede vragen die er in jullie op gaan komen. Nou, we gaan van start. We gaan het eerste fragment bekijken. De hele avond is natuurlijk weer aan de hand van fragmenten uit de documentaire. En de eerste gaat laten al zien wat de complexiteit van het globale economische systeem eigenlijk, hoe dat eruit ziet. De complexiteit van zo'n globaliseerde systeem is gewoon veel te hoog geworden voor ons als mens om nog mee om te kunnen gaan. Dat is niet. We moeten ons afvragen of dat wel de beste manier is om het te doen. Maar dat versimpelen, dat is veel moeilijker dan het complexer maken. Kan je de eerste stap van complexiteit kan je heel makkelijk voorstellen. Als je een hele simpele maatschappij hebt waar iedereen zijn eigen eten maakt, nou, dat is gewoon niet zo complex. Maar zodra je energie kan opslaan, dus voedsel kan opslaan, het graan en vlees en je slaat het op, dan kan je opeens steden gaan maken. En dan kunnen mensen ergens leven die niet voor hun eigen voedsel werken. En dan kan je dus in een stad kan je mensen laten specialiseren. Dan kan je bijvoorbeeld een filosoof in het oude Griekenland die gewoon zijn hele leven niks anders doet dan nadenken. Dat kan alleen maar bij gratie van dat je energie over hebt. En wat je ziet is dat in de geschiedenis elke keer als er een extra hoeveelheid energie beschikbaar is gekomen, dan krijg je opeens een enorme toename in complexiteit van het systeem. Bijvoorbeeld windenergie, dan kan je opeens gaan zeilen, dan kan je zo'n groot maar continentspannend rijk. Dat kan je alleen maar maken bij gratie van een nieuwe vorm van energie. En zodra je kolen krijgt, dan krijg je industrialisatie, omdat je opeens heel veel energie geconcentreerd hebt. En als je dan met olie en gas, dat is dan nog meer energie die wij over hebben. En die energie, ja, wat doen we ermee? Dat investeren we in het complexer maken van ons systeem. Maar nu lopen we tegen die grenzen aan, omdat je eigenlijk gewoon niks meer hebt om nog meer complexiteit mee te betalen. Sterker nog, we moeten nu minder energie gaan gebruiken. Dus waar we tegenaan lopen is dat we de complexiteit van ons economisch systeem, wat we eigenlijk gratis kregen doordat we gratis energie uit de grond halen, dat moeten we nu versimpelen. En historisch gezien is die versimpeling altijd gepaard gegaan met enorme ravage eigenlijk. Zo weet je, het Romeinse Rijk wat uit elkaar valt, dus dat is allemaal niet heel fijn. Ja, dat is wat je hier eigenlijk ziet. Wat we letterlijk zeggen is, dit is te complex geworden. We moeten het versimpelen. En dat versimpelen, dat is moeilijk. Dat doen we niet als mensheid. En dan moet je dus echt tegen problemen aanlopen. En die problemen zitten vaak in de energie. En dat zie je nu ook heel mooi met Oekraïne. Dat je opeens geen gas meer krijgt. Nou, dat is echt een probleem. Ja, dat is echt een probleem, zei Benjamin Sprecher, assistent professor naar TU Delft. Hij zit hier ook in de zaal, met iets wilder haar dan op beeld. Staat je goed. Interessant. En er lagen allemaal onderdeeltjes van een stofzuiger voor Benjamin op tafel. Martijn Kieft heb ik hier bij me. Martijn Kieft, de regisseur bij VPRO, Tegenlicht en ook van deze film uiteraard. En Yannick Dujardin. Nou, je was de verteller in de film en je bent ook toekomstonderzoeker, docent aan de Erasmus Hogeschool in Brussel. Welkom, super fijn dat je er ook bent. Maar om bij jou te beginnen, Martijn, waarom heb je deze film gemaakt? Ik zag gewoon steeds meer leegschap en ik hoorde steeds meer verhalen over
dingen die niet leverbaar zijn, producten die opeens duurder worden. En hoe meer ik het las, hoe meer ik dacht, volgens mij begint dit systeem een beetje te piepen en te kraken. En is dat een goed moment om daar eens wat beter naar te kijken? Ja. Dus zo simpel is het eigenlijk. Zo simpel is het lege schap. Je dacht, hey, wat gebeurt hier? Ja. En nog even over de vorm van de film zelf. Want normaal gesproken, waar het tegen ligt, heb je volgens mij vaak een voice-over. Ja. Jij hebt een verteller uitgekozen. Ja. Kun je iets gewoon vanuit jouw regisseur zijn zeggen over die keuze? Ja, normaal gesproken hebben we bij Tegenlicht heel vaak een voice-over die eigenlijk een beetje als een alomwetende verteller fungeert, zullen we maar zeggen. Dat werkt heel goed, maar ik vind het ook vaak fijn om te kijken of je een verhaal op een iets directere manier kan vertellen. En in de research voor de documentaire kwam ik het boek van Yannick tegen en toen dacht ik, dat zou wel eens een hele goede kunnen zijn. Alwetende verteller zijn. Om dit verhaal te vertellen, zeg maar. Ja. Mooi. En ik was ook wel benieuwd, want er is natuurlijk gewoon zoveel te zeggen over dit onderwerp. En waarschijnlijk ook heel veel wat je niet hebt kunnen zeggen in de film. Zeker. Of wat mensen niet op camera wilden zeggen. Of wat je gewoon eruit moest halen omdat het niet paste. Nou, het is een enorm alomvattend onderwerp. Want je kan ongeveer naar elk product kijken en daar een hele supply chain van gaan volgen. Of proberen te volgen in ieder geval. Het probleem is dat dat vaak heel moeilijk is. Bedrijven die iets produceren of verkopen zijn niet heel erg geneigd om nou eens eventjes op tafel te leggen waar precies elk onderdeeltje vandaan komt en wat dat kost en waar dat geproduceerd wordt. Als het zelf al weten. En inderdaad, een hoop, zullen we maar zeggen, supply chain experts die ik gesproken heb in de research voor de uitzending, die zeggen ook inderdaad, we weten het vaak niet precies. En het is zo gecompliceerd geworden dat als er iets misgaat, dat wij ook niet 1, 2, 3 kunnen achterhalen waar het misgaat en ook niet 1, 2, 3 kunnen oplossen. Dat vond ik best stevig, dat ik dacht van, oh, oké. Dus heel veel bedrijven die echt gewoon een verantwoordelijkheid hebben en hun winst maken uit een bepaald product, ja, die hebben zelf ook vaak niet eens meer heel goed in beeld waar het mis kan gaan, waar problemen kunnen ontstaan. Ja, want dat betekent dat eigenlijk niemand het weet. Ik weet niet of ik heb het niet aan iedereen gevraagd. Iedereen op de hele wereld gevraagd. Ik vond het wel tekenend, ja. Ik vond het wel verontrustend ook, een beetje. Ja. Ja, je zou toch denken dat daar meer zicht op is. Ja, precies. Ja. Waren er nog meer dingen waarvan je echt een onrustig gevoel kreeg, van die je eerder nog niet zo wakker hield omdat je het niet wist? Hoe kwetsbaar eigenlijk die ketens zijn. Hoe makkelijk het misgaat. En hoe snel het mis kan gaan. En hoe moeilijk het is om dat vervolgens op te lossen. Zeg maar, je hebt in Amerika heel lang een probleem gehad dat er eigenlijk iets van 30 of 40 schepen voor de haven van Los Angeles lagen. Grote containerschepen die niet gelost konden worden. En als je ziet hoe lang ze in Amerika zijn bezig geweest om zo'n probleem enigszins onder de knie te krijgen, dan merk je gewoon dat het is een super geolied systeem. Het is echt ongelooflijk knap, zeg maar zeggen, hoe we in staat zijn om een doos van de ene kant van de wereld naar de andere kant van de wereld te krijgen. En hoe het hele systeem om alle producten op het goede moment de goede plaats te krijgen. Vind ik ongelooflijk knap hoe dat functioneert. Maar je ziet ook dat als het eventjes uit balans raakt, dan lossen we dat, is het heel moeilijk om dat op te lossen. Ja, precies. Dus het is eigenlijk iets heel moois. Ook iets best wel raars en ook iets vrij fragiels. Wat ja, ja, ik heb me wel verbaasd afgelopen jaar, twee jaar. En dat komt niet alleen door corona. Alle verstoringen en problemen die er zijn. Hoe fragiel dat systeem is. Ja. Je kan nog zeggen, nou, een grote probleem als corona, kan je nog van zeggen van, nou, dat is logisch dat dan zo'n systeem uit balans raakt. Maar ook allerlei kleine verstoringjes die toch opeens hele grote gevolgen hebben. Ja, ja. Interessant. Ja. Laten we Yannick in het gesprek trekken. In het fragment wat we net zagen, had Benjamin met heel net haar, het over dat we moeten versimpelen. Inderdaad, dat het inderdaad, ah ja, dat is misschien de enige weg vooruit. Ben je het daarmee eens? Ja, absoluut. En toen Martijn naar Brussel kwam om samen aan het script te werken, vertelde ik ook aan hem, voor mij is het heel belangrijk dat het een verhaal van complexiteit wordt. En op het moment dat we de opnames deden, wist ik niet dat Benjamin ging vertellen wat hij vertelde, maar ik ben blij dat het erin zit. In een steeds meer intergeconnecteerde globale
wereld. Je creëert een zeer complex systeem waarin kleine gebeurtenissen via positieve feedback loops een gigantische gevolgen kunnen hebben. En wat voor mij belangrijk was, is die paradox van... Kan je eventjes uitleggen voor een, misschien weet niet iedereen wat een positieve feedback loop in deze context betekent? Een positieve feedback loop wil zeggen dat het effect van een gebeurtenis de gebeurtenis zelf versterkt. Dus een heel ander voorbeeld dat helemaal niet in de uitzending zit, maar zie je bijvoorbeeld bij zorgpersoneel tijdens corona. Die vallen uit omdat ze burn-outs krijgen. Omdat het personeel uitvalt, heb je nog meer werk voor nog minder mensen en nog meer burn-outs, waardoor je eigenlijk een soort, via positieve feedback loops, een soort vicieuze cirkel krijgt. Niet per se heel positief. Ja, nee. En dus hetzelfde zie je in die globale distributieketens. En dat is iets heel paradoxaal, want de reden waarom veel mensen zoveel geloof hechten aan de vrije markt of daar zoveel aandacht aan besteed hebben en waarom heel veel van onze cruciale sectoren geprivatiseerd zijn, is vanuit het geloof dat dat leidt tot efficiëntie, optimalisatie. Terwijl dat we nu zien dat als je het in de handen van de vrije markt laat, dan krijgen we dit een zeer complex globaal systeem. Dat was waarschijnlijk nooit iemands bedoeling geweest, maar het is wel waar we vandaag mee zitten. Ja. En dus, dat leidt mij tot de conclusie. In een steeds complexer wordende wereld, waarin dus kleine gebeurtenissen gigantische gevolgen kunnen hebben en waarin onzekerheid eerder de norm wordt dan iets uitzonderlijk. Mm-hmm. Daarin is het een slecht idee om cruciale systemen te organiseren alsof we ze volledig onder controle hebben. Alsof er geen onzekerheid is. Alsof er geen onzekerheid is. Mm. Eigenlijk moet je in dat soort complexe wereld, ik denk dat het verhaal dat Benjamin brengt belangrijk is, die complexiteit terugbouwen. Maar ook onzekerheid inbouwen in de systemen. En dat wil niet zeggen onzekerheid onder controle krijgen en het proberen te meten en via allerlei data. Nee, gewoon beseffen dat er een grote mate van onzekerheid is en hoe kunnen wij onze systemen aanpassen, wetende dat er heel veel is dat we niet weten over de toekomst. Maar moeten we nou inderdaad naar onze systemen kijken en ze meer bestendig maken voor onzekerheid? Of moeten we gewoon totaal ander systeem eigenlijk gaan maken? En daar heb ik geen antwoord op. Nee? Nee, en dat is mijn perspectief dan als toekomstonderzoeker. Wat ik eigenlijk doe, is ik leg bloot hoe het verleden tot het heden heeft geleid en waar we vandaag staan en welke structurele problemen daaruit voortkomen. Maar ik kijk vooral ook naar de toekomst. Hoe denken mensen dat wij daaruit kunnen raken? Wat zijn eigenlijk de beelden die mensen hanteren om vandaag te handelen en de problemen van vandaag op te lossen? Welke wereldbeelden zitten daarachter? Welke ideologieën? En de conclusie als toekomstonderzoeker is altijd, er zijn heel veel verschillende beelden en heel veel verschillende ideologieën en denkwijzen om daarmee om te gaan. Mm. Maar een aantal zijn dominant in beleid, zijn dominant in media, terwijl heel wat andere bestaan, interessant zijn, maar verborgen zijn. Mm. Dus in de aflevering hebben we dat al deels blootgelegd. Dus we zagen wel nog steeds dat dominante denken van kijk, we halen alles terug naar Europa en we ondersteunen de groei van de economie nog steeds. Maar dan hadden we bijvoorbeeld ook een spreker zoals César, die hier ook in het publiek zit, die daar een heel andere visie op heeft. Die eigenlijk af wil van die groeimindset en wil gaan kijken naar wat hebben we hier eigenlijk al en hoe kunnen we dat vormgeven. En dan is er ook nog heel wat dat niet in de aflevering zit. Inheemse perspectieven op natuur, op menselijke waarden. Kun je misschien iets concretere voorbeelden nog geven van inderdaad van misschien alternatieve beelden, zoals je het noemt, die echt ver afstaan van dat beeld waarop wij ons hele economische systeem hebben gebaseerd. Ja. Die we eigenlijk niet zozeer horen of naar luisteren. Ja. Wat kom jij zo al tegen waarvan je denkt van ah? Wel, de afgelopen 50 jaar zijn we beginnen geloven dat er een keuze is voor maatschappelijke organisatie tussen twee systemen. Dat is ofwel het liberaal-kapitalistische systeem of dat is het staatscommunisme. Klopt helemaal niet. Er zijn heel veel andere perspectieven. En zo heb je bijvoorbeeld al een eeuwenoude ideologie, genaamd het anarchisme, die al verschillende malen in de geschiedenis de kop heeft opgestoken op verschillende manieren, een hele theoretische politieke sociale onderbouw heeft en waarvan je tegenwoordig ook initiatieven ziet, maar die inderdaad de mainstream niet halen. Is dat de oplossing volgens mij? Opnieuw, ik weet het niet. Hmm. Maar ik kijk er wel naartoe en ik denk van hoe kijken die mensen naar de toekomst en van waar komen hun ideeën? En. Ja, precies, als het telkens terug evolueert eigenlijk op dat standpunt. Ja, interessant.
Hoe vond je het om verteller te zijn trouwens? Was dat buiten je comfortzone of was het... Niet buiten de comfortzone, nee. Ja, sowieso wel een heel nieuwe ervaring. Ik geef les. Dus ik ben het gewend om dingen uit te leggen en een verhaal op te bouwen. Alleen, ik geef les voor grote groepen en dat moet vrij theatraal zijn, want achteraan het auditorium moeten ze kunnen zien. En voor we eraan begonnen, zei Martijn al van, ik zal je wat regisseren, hé, want nu wordt alles op jou gefocust en het moet allemaal wat anders. Dus daar hebben we wat mee geprobeerd en verschillende dingen uitgeprobeerd, maar dat ging wel redelijk vlot, denk ik. Zeker. Ik vond het wel heel leuk eigenlijk. Ja. Dat was een toffe dag. Ja. Op één dag hebben jullie dat gefilmd? Eén dag. Nice. Ja. En we zaten niet ver van Schiphol. om de twee minuten moesten we even de opnames onderbreken. Nee, daar is weer een vliegtuig. Oké. Okay, ja, okay. Ja. Met allemaal onderdeeltjes die voorbij vliegen. Ja. Oké. Okay. Nou, mijn laatste vraag aan jullie beiden. Wat hopen jullie uit het gesprek vanavond te halen of te leren? Ik zou wel, zeg maar, meer willen leren over alternatieven voor, zeg maar zeggen, alle enorm complexe, lange supply chain ketens die we hebben. Ja, hoe kan het ook? Hoe kan het ook? Ja. Exact hetzelfde. Ik denk, ik sprak al over al die verschillende perspectieven, alternatieven. En ik ben benieuwd naar wat de panel vanavond daarover zal te vertellen hebben, over wat ze gezien hebben. Maar ook over wat ze niet gezien hebben, om met die problematiek om te gaan of daarover na te denken. Ja, wat ze niet gezien hebben, wat er nog nodig is om het... Welke andere perspectieven er nog zijn. Ja, oké. Okay. Nou, we hebben te gekke gasten die zeker deze belofte gaan inlossen, denk ik zo. Dank jullie wel voor nu en dank voor deze super interessante film. Graag gedaan. Ja. Ga even klappen. Blijf nog even lekker zitten. We gaan af naar ons tweede fragment. Daarin zien we jou. En daarna Benjamin weer. Laten we gewoon kijken. Dan gaan we daarna het gesprek over. Het feest is de afgelopen 20 jaar gewoon voortgezet. Natuurlijk, de wereld was niet altijd rustig. Maar alles is op alles gezet om het systeem te laten doordraaien. We cannot let the terrorists achieve the objective of frightening our nation to the point where we don't conduct business. Where people don't shop. Ook de bankencrisis van 2008 zorgde niet voor grote veranderingen. Met een smak belastinggeld kon de vrije markt verder draaien alsof er niets was gebeurd. Ondertussen werd het neoliberale gedachtegoed, waarin individueel succes wordt afgemeten aan materiële rijkdom en vrijheid wordt gelijkgesteld met consumptie, ons via onze beeldschermen ingeprent. Is dat wel in het belang van iedereen? En wat als je nu zelf jouw gewenste toekomst zou mogen ontwerpen, wat zou dat dan zijn? Aan de voorkant wij ook de geoogste kozijn nu in het maken zijn. Ja. Dus dit is bijvoorbeeld de geoogste kozijn. Ja. Dus, ik had het al gehoord. Kan je nagaan, hè? Dan halen we een oerbos om ergens in een ver land. Om een rand die kozijnen te hebben. En dan na hoeveel jaar gooien we het eigenlijk weg? Ja. Het is heel gek nu, hè? Je woont in de stad, de kleinste cirkel. Dan heb je de regio eromheen, het land eromheen en de wereld. De meeste van onze spullen komen, wat het ook is, uit de wereld. Zo ver mogelijk vandaan. Uit China, Brazilië, Australië. Dan komt er een beetje uit het land waar je in woont. Of de regio waar je... En dan het land en dan de stad. Daar komt bijna niks vandaan. De stad is gewoon gericht op wonen en werken. En recreëren, dus er komt niks vandaan. Nou, als we dat nou zouden omdraaien... Het meeste komt uit de stad en de regio eromheen. En wordt in die stad gerepareerd, want anders haal je het niet. Oh. Dus je moet ook dingen langer laten bestaan. Ik bedoel, nu gaan dingen soms 10 seconden mee of maximaal 10 jaar. Ja, je moet dingen hebben die 140 jaar meegaan. 7 generaties, wat de Indianen al zeiden. Dan is het ineens veel haalbaarder.
En is dit jullie eigen bekisting? Of, Nee, dit is eigenlijk ook gebruikt voor de funderingen, ja. Zeg maar. En wordt het ook weer hergebruikt? Ja, ja. En dat trek, is helemaal tof. Die trekken we vanaf. We hebben nou bijvoorbeeld deze zijn we aan het gebruiken om de kazijnen, de dakstukken in te timmeren, zeg maar. Ja. En dan maken we de vensterbanken van. Ja. Dus die vensterbanken die schieten we meteen onder, dus dat is één bewerking, dat is wel fijn. En, dat is wel echt grappig. Ja, dus dan gebruik je een bekisting om je beton mee te storten en vervolgens gebruik je het afval van het bekisten weer opnieuw. Ja. En daardoor is het niet te duur meer om het eraf te halen. Nee. Want het heeft weer een waarde gegeven. Tweede leven, derde leven eigenlijk. Ja. Ja, dus dit krijg je een derde leven. Dit was al tweedehands. Dit was al tweedehands. Ja, mooi. Dat was helemaal geen Benjamin, dat was Cesar Peren. Die zit ook in de zaal. Welkom. Leuk dat je er ook bent. Nou, welkom aan tafel, jullie allen. Ik ga jullie even één voor één voorstellen. Petra Berghout hebben we hier. Onderzoeker naar de Nederlandse land- en tuinbouw. Wageningen Economic Research. Klopt. Jouw, ja. Departement. Ja, welkom. Goed dat je er bent. Dank je. Dan hebben we Jaël Aartsma. Jij bent transitiemaker bij Squarewise. En op die manier ben je ook programmamanager wijken met nieuwe energie geworden bij stroomversnelling. Yes. Ja, tof. Leuk dat je er bent. Je weet ook veel over de bouw, gebouwde omgeving. Dan hebben we Noek Talen. Regenerator of regenerator? Ligt gaan of je in het Engels of in het Nederlands. Ja, oké. Okay. Het is waar. Regenerator bij de regeneratiecoöperatie. Het is zo'n tongbreker bijna. En ook host bij Young Innovators en medeoprichter van de Proto Zoop UCU. Dit gaan we allemaal een beetje vertalen, denk ik, zometeen. Welkom, Noek. En ook Nikki Kool. Nikki, jij bent Brand and Impact Catalyst. Duidelijk Engels. En ook zeker aanjager van een regeneratieve mode-industrie. Als we het zo kunnen samenvatten. Ja, fijn dat je er bent. Oké, ik zou graag met jou beginnen, Petra. Want nou, jij weet alles over ons voedselsysteem. Wat niet heel erg terugkomt misschien in de documentaire. Ik vraag me af van, zie je wel die complexiteit ook terug in ons voedselsysteem en daarmee ook de kwetsbaarheid? Ja, die zie je natuurlijk ook wel terug. Dat zie je ook heel duidelijk als gevolg van de oorlog in Oekraïne nu. Dat er natuurlijk fragile ketens zijn. Ik moet wel zeggen dat we daar als Nederland en als Europa eigenlijk niet superveel last van hebben. Omdat ja, Oekraïne is een grote graanexporteur en dat gaat vooral naar landen in Afrika. Wat ik zelf opvallend vond, want we hebben recent veel onderzoek gedaan, ook naar de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, is dat bijvoorbeeld de biologische veehouderij veevoer haalt uit Oekraïne. Dat was een van de dingen die ik zelf ook niet wist. Mm. In mijn beeld haalt de biologische veehouderij ook het voer van, ja, van dichtbij. Maar die halen dus bijvoorbeeld zonnepitschilfers voor de leggende houderij uit Oekraïne. Oké. Okay. Dus ja, dat is wel een kwetsbaarheid, zeg maar dan, voor specifiek voor die sector. Maar wat je in ieder geval in de landbouw ziet, is dat er altijd alternatieven zijn. Ik bedoel, als het ene veevoer niet beschikbaar is, dan kun je een ander veevoer gebruiken. Mm-hmm. En als bijvoorbeeld geen zonnebloemolie is, dan kun je ook een andere olie gebruiken. Er is altijd wel mogelijkheid tot substitutie. En je dieet zal daardoor iets aanpassen. Maar dat vermindert wel ten algemene de kwetsbaarheid, denk ik, in vergelijking met bijvoorbeeld stofzuigeronderdelen. Ja, precies. Voor een land als Nederland in ieder geval. Zeker voor een land als Nederland of Europa. Ook voor landen als Amerika. En wat daarin natuurlijk een rol speelt, is gewoon de koopkracht die je hebt. Ja. Als het product niet beschikbaar is, dan heb je het geld om een alternatief te kopen. Nou ja, dat speelt nu ook de Afrikaanse landen natuurlijk parten. Daar is veel minder geld. Dus ja, die kwetsbaarheid zit in delen van het systeem, maar nogmaals niet in Nederland of Europa. En het zal ook niet direct iets met onze voedselzekerheid doen? Absoluut niet. Nee. Absoluut niet. Wel, dus mogelijk, ja, we hebben even een gebrek gehad aan zonnebloemolie, maar dat is ondertussen ook wel weer opgelost. Kunnen we op zich wel overheen komen, Daar kunnen we overheen komen, ja. Ja. Dus de kwetsbaarheid zit echt elders. Terwijl ik wel het idee heb dat we ons er erg druk om maken. Of tenminste, inderdaad, wat er in de Oekraïne gebeurt en wat dat met ons boodschappen gaat doen en... Nou ja, we maken ons er druk om, omdat we natuurlijk zien dat, maar dat heeft een andere oorzaak, dat door gestegen energieprijzen, de prijs van voedsel ook is gestegen. En de prijzen van voedsel stegen al als gevolg van corona. Hè, dat was al wat langer aan de gang. Mm-hmm. En dat is nu een extra impuls door de oorlog in Oekraïne, waardoor met name ook de boycott van Russische olie natuurlijk en gas een rol gaat spelen. Dat doet dan ook weer iets met onze koopkracht misschien. Dat doet iets met onze koopkracht. En gemiddeld gesproken zeg ik, ik zeg ook altijd van de beschikbaarheid van voedsel is in Nederland of Europa geen probleem. Maar de toegang tot voedsel is voor sommige groepen in de samenleving wel een probleem. En dat noem ik ook altijd wel een sociaal probleem. Want ik blijf het heel bijzonder vinden dat we in
ja, toch rijke landen als Nederland nog altijd mensen hebben die blijkbaar niet voldoende geld hebben om fatsoenlijk voedsel te kopen. Ja, bijzonder zo zacht uitgedrukt, denk ik. Ja, nou ja, ik vind het bijzonder schrijnend dat dat nog steeds speelt. Ook omdat ik van mening ben dat voedsel eigenlijk te goedkoop is. Voor een habbekrats kopen wij voedsel in de supermarkt. En dan nog zijn er groeperingen, en zo triest is het, die dan dus naar een voedselbank moeten, omdat ze, als ze de huur hebben betaald en als ze de verzekering hebben betaald, niet genoeg geld hebben voor een fatsoenlijk voedselpakket. Ja. Dat is eigenlijk, precies. Maar eigenlijk zeg je dus, als in Europa zijn we vrij zelfvoorzienend als het gaat om voedsel. Er gaat niet echt iets mis kunnen gaan wat dat betreft, maar de toegang is niet gelijk. Ja, de toegang is niet gelijk. En als je kijkt naar kwetsbaarheid van Europa voor voedselvoorziening, dan zit het vooral in externe inputs als energie. Ja. Maar ook bijvoorbeeld van kunstmeststoffen. Je hebt voor landbouwproductie kunstmeststoffen nodig. En dat is fosfaat en kali en stikstofkunstmeststoffen. En ook daar hebben wij afhankelijkheid als Europa van. Bijvoorbeeld, we voeren wat kali-meststoffen uit Rusland in. Maar dat kun je bijvoorbeeld ook uit Canada halen. Ja. Maar daar zitten eerdere kwetsbaarheden voor Europa dan in de beschikbaarheid van grond of arbeid of vee. Ja, dus we moeten misschien wel een beetje iets anders gaan eten. Als we niet inderdaad ons vee zoveel kunnen voeren als we nu doen. Of als we inderdaad de zonnebloemschilletjes niet kunnen halen uit Oekraïne, moeten we misschien een beetje shiften of een ander dieet aannemen. Maar we overleven het wel. Ja, oké. Nou, dankjewel Petra voor nu. Ik ben ook benieuwd, Jaël, als transitiemaker bij Squarewise en heel erg bezig in de bouw, net als Cesar. Wat is nou voor jou het grootste probleem met ons systeem of waar we het meest van af moeten, vergeleken met hoe we het nu doen? Goeie vraag. Ja, dank je. Dus het is 20 antwoorden te geven natuurlijk. Ik denk dat we op dit moment heel erg proberen te optimaliseren. Dus minder slecht doen. In plaats van dat we eigenlijk kijken naar wat zouden goede en echt waardevolle en toekomstbestendige oplossingen zijn. En dat zie je eigenlijk, dat zag je ook in heel veel fragmenten. Ook een fragment dat we volgens mij later nog gaan zien. En op die manier naar de wereld kijken. Dus proberen eigenlijk de quick fixes te hebben. Proberen op dit moment meer de kortstondige oplossingen die ons nu gaan helpen. Gaan ons inderdaad niet aan die wel duurzame toekomst brengen. En hoe komt dat, denk je, dat we zo blijven hangen bij de quick fixes? Ja, ik denk, dan komen we terug op het stukje complexiteit. Dus waar het eerder al over ging, we hebben het allemaal zo ontzettend ingewikkeld gemaakt. Dus waar ik bijvoorbeeld veel aan werk, is ook het renoveren van woningen en hoe dat nou op grote schaal echt te gaan doen. We moeten echt, als we willen verduurzamen als Nederland en CO2-neutrale woningen en gebouwde omgeving willen gaan krijgen, dan moeten we op een gegeven moment naar 1000 renovaties per dag. Dus 1000 woningrenovaties per dag. Wauw. Nou, ik werd ontzettend blij van het filmpje van Cesar, die ook heel mooi laat zien hoe je dat dus op een duurzame manier kunt doen. Je wilt niet het hele oerbos kappen om al die renovaties daadwerkelijk te kunnen doorvoeren. Tegelijkertijd, als je naar 1000 renovaties per dag wilt gaan, dan heb je heel veel materialendepots nodig voor al die materialen die je daarvoor nodig hebt. Want ja, dat hoop ik echt zeker wel te kunnen, of dat we dat kunnen gaan doen, hè, met materialen die al een eerder leven hebben gehad. Maar doe dat maar eens. Ga er maar eens aan staan op de manier hoe we dat nu organiseren. Dat is zo'n shift van organisatie, waarbij we nu zitten in de mindset van het moet efficiënt, het moet snel, het moet goedkoop, het moet heel snel leiden tot winst. Dan ga je niet zonder externe invloeden, zonder regelgeving of zonder een shift in mindset bij de mensen die daaraan werken, op dat punt komen. En hoe zou je die mindset omschrijven waar we eigenlijk heen zouden willen? Of jij ons waar heen ik zou heen willen zou brengen? Willen. Ja, ik kijk dan ook wel naar mijn buurvrouw een beetje, die van de regeneratiecoöperatie is. Dus wat mij betreft zouden we willen naar een mindset waarbij we gaan naar wat kunnen wij als mensheid ook brengen aan de natuur. Dus een van de meest inspirerende boeken die ik heb gelezen is van Robin Wall Kimmerer. Dat is een professor, onder andere in biologie in de VS. En zij is ook een afstammeling van de Indigenous Americans. En zij heeft op een gegeven moment een baanbrekend onderzoek gedaan, ik denk 20, 30 jaar geleden.
Waarbij zij onderzoek deed naar sweetgrass en velden vol met sweetgrass. En als je Braiding Sweetgrass. Het boek Braiding Sweetgrass, ja. En daaruit bleek uit dat onderzoek dat als mensen wel een deel oogsten, niet alles, maar een deel van dat veld, dan ging het sweetgrass groeien, dan floreerde het. Als je er niks aan deed, verdween het. En dat heeft mijn gevoel van mens als parasiet op de aarde, die we toch wel soms denken te zijn, of dat paradigma denk ik dat er sterk is, dat heeft mijn paradigma wel doen veranderen. Als we maar weten hoe we dat kunnen doen, hoe we met de natuur, voor de natuur, op een de natuur kunnen laten floreren. En wij zijn ook de natuur, dus ook onszelf kunnen laten floreren. Daar zou ik naartoe willen. Ja, mooi. Nou, mooi bruggetje ook naar Nook. Regenerator bij de regeneratiecoöperatie. Misschien kunnen we dat eerst even uitpakken, wat een regenerator doet. Ja, of wat regeneratie is. Regeneratie gaat heel erg over het weer tot leven brengen of laten floreren, iets wat jij ook al heel erg zei. En eigenlijk gaat regenereren over hoe kunnen wij als mens de juiste condities genereren, maken, waardoor al het leven op aarde floreert. En gisteren zei iemand tegen mij, it takes an ecosystem to sustain an ecosystem. Terwijl we hebben het ecosysteem aarde nodig om ons eigen ecosysteem en wie wij zijn als mens te kunnen onderhouden. Dus hoe doe je dat? En hoe kunnen we ook wat wij te doen hebben als mens ook weer shiften naar dat wij de condities creëren voor het leven en dat leven kan floreren? En dan de vraag die ik dan heb als ik dan deze documentaire kijk is, zijn we met dit huidige economische systeem dat zo werkt met deze ketens, ondersteunen wij dan leven in de breedste zin van het woord? Of welzijn, zoals veel mensen het noemen. Kijk, een economie komt van het woord oikos nomos, twee Griekse woorden. Oikos is huis en nomos is wet of regel, dus het huishouden. Hoe onderhouden wij ons huis? Hoe onderhouden wij onze familie? Daar is de economie voor. En als ik nu kijk naar hoe handel wordt bedreven, of waar bedrijven voor zijn, of waar organisaties voor zijn, weet ik niet zo goed of zij nog dat huishouden en ons planeet als huis, of zij daar echt, you know, of dat toch echt is wat we doen. Ja. En regenereren gaat, is het eigenlijk de weg terug daar naartoe. En hoe kunnen we weer dat huis, dat huishouden doen met elkaar? Ja, met elkaar en dan niet alleen met elkaar als mensen. Nee, dus ook in de bredere systemen die we hebben. Dus er zit zo. Want daar gaat dat zo op eigenlijk over, toch? Misschien kan je daar ook iets over vertellen. Nou, zoop is een combinatie van zoo, wat betekent leven, en co-op, coöperatie. Dus het is een coöperatie met het leven. En het is een alternatief organisatiemodel. Dus het nodigt organisaties uit om anders te gaan denken over wat een organisatie is. En eigenlijk het is heel erg geschikt voor organisaties die in een ecosysteem zitten. Bijvoorbeeld, ik doe het dan op de universiteit. En wij hebben daar op het Science Park een hele omgeving omheen met heel veel dieren, heel veel leven, heel veel planten en van alles en nog wat. En dan wordt het doel van die plek en hoe we beleid maken is, hoe kunnen we hier op deze plek beleid voeren op een manier dat we dat hele systeem ondersteunen. En niet alleen onze studenten of onze onderzoekers. Ja. Dus op die manier nodig je eigenlijk de rest van het leven ook, wat ook aanwezig op die plek, uit in je organisatie. En ga je nadenken over hoe je op een andere manier kan organiseren. Ja, precies. Want jij zei inderdaad al, we moeten echt anders organiseren van materialen, van hoe we dingen bij elkaar brengen met een andere mindset. En jij zegt, daar is ook een ander soort besluitvorming voor nodig. En voor zover ik begrijp, is er bij een zoop ook daadwerkelijk, als we een vergadering hebben over iets, een stoel aan tafel voor de planten en de dieren in de omgeving. Ja, dus er zijn verschillende manieren waarop je dit kan doen. Mm-hmm. De zoop is één model, dat moet ik even zeggen. Dus er zijn nog heel veel verschillende andere manieren waarop je dit kan toepassen en organiseren. Ja. En het zoo-economische model is ervoor gekozen dat een representative of the living is. Dus iemand die het leven representeert. Die ook zijn fulltime baan is om daar onderzoek naar te doen. Om te weten wat alle verschillende levensvormen die op die specifieke plek aanwezig zijn, nodig hebben. En die representeert dan het leven in elk besluit wat er is. Het leven in het algemeen. Gewoon het leven, alles wat leeft. Nee, het leven wat op die plek terrein is. Ja, en wat daar nodig voor is. Maar dus mens, dier, plant, microben, aarde. Microben, aarde. Okay. Toekomstige generaties. Maar dit is maar één model. En er zijn ook heel veel andere manieren waarop je dit ook in een organisatie kan doen. Ja, heel interessant. Nikki, ik zou jou ook heel graag. Jij zit
te luisteren. Heb je het ooit eerder gehoord en zo op? Nee, maar ik vind het ontzettend interessant. Ja. Echt, vooral ja, hoe jullie er alle twee over spreken, dat maakt mij blij. Wat maakt jou blij daaraan? Dat het mij bewust maakt dat er gelukkig heel veel mensen zijn die het bredere, de bredere context zien. Iets dichterbij. En ik ben iets kleiner. Twee vuisten. Oké. Okay. Want het gaat om die bredere context. We zijn natuurlijk veel te, je zag het in de film ook, veel te specialistisch geworden. En daarmee praten we over supply chains. Daar zou ik graag op terug willen komen. We moeten absoluut naar value chain. Supply is van jongens, we worden bestookt met spullen die we niet nodig hebben, maar we gaan ze wel kopen. Dus ook hier iedereen voor onszelf. We moeten eerst in de spiegel kijken voordat we dit systeem kunnen veranderen. We zijn er allemaal aan deel. En ja, als ik zie dat dat bewustzijn komt, dat het allemaal samenhangt en dat wij ook met onze eigen besluiten daaraan een groot deel hebben, dan ben ik blij van. Ja, mooi. En je hebt zelf na meer dan 30 jaar ervaring in een bepaalde sector, de kledingindustrie. Ja. Wat moet er in die sector nou echt veranderen om meer deze visie te bereiken? Nou, je hebt er ook wat plaatjes bij, geloof ik. Ja, ja nou, ik, een paar plaatjes maar het impliceert meteen waar we vandaan komen eigenlijk. Hè. Het is toch ongelooflijk dat ik in een winkel kom deze week en daar staat een groot bord, 1,80 voor een t-shirt. Terwijl het t-shirt gedeeltelijk gemaakt is van katoen en de katoen komt van die bodem. En dat is een bodem uit India waar echt de bodem wordt zo arm als ik weet niet hoe. En daar moeten we voor oppassen, daar moeten we wat aan doen. En dat moeten we samen doen. En met Red is Cotton, dus kunnen we de volgende laten zien. Wat wij daar aan merken en aan textielbedrijven aanbieden, is dat zij meteen met ons, echt met de boer, het risico delen. Want op dit moment, de boer, en zeker de boeren in deze landen, dragen het gehele risico van climate change. Daar voelen ze het al. Wij voelen het nog niet. Zij voelen het. Ze hebben een mindere oogst, ze hebben minder opbrengst, minder te eten, et cetera. En wij geven hier aan onze kant uit ongelooflijk veel geld aan mooie marketingcampagnes of aan een CSR-maatname of we kopen bomen in de Amazon. Daar kan ik me boos om maken. Dus we moeten je eigen supply chain gaan kijken en daar moeten we dingen verbeteren. En wat wij aanbieden is dat we dan zeggen, jongens, investeer samen met de boer. Leer die mensen kennen. Want het hele traject op dit moment, we leven eigenlijk van contracten. We leven niet meer van relaties. We moeten naar relaties toe. En op het moment dat je een relatie hebt, iemand kent, dan ga je hem ook niet, dan ondersteun je hem. Dan zorg je ervoor dat je samen het betere gaat doen. Mm-hmm. En zolang je alleen maar op de contracten zit, wantrouw je elkaar en zorg je ervoor. Dan komt er wantrouwen op en dan komen er weer advocaten bij. En dan wordt het complexer, het systeem alleen maar complexer, complexer. Ja. We moeten gewoon weer naar een misschien wel de handjeklap van vroeger. Het normale koopmanschap. Waarbij je weet dat je verantwoordelijk bent voor je omgeving. En voor de mensen en natuurlijk ook voor de aarde waarop je leeft. Ja, El en Noek, is dit nou een voorbeeld van wat jullie bedoelen als je zegt regeneratief? Waar dit kwart in? Ja. 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 Zeker wel. Dus ik denk dat het voornamelijk gaat over ook kijken waar je verantwoordelijkheden liggen. En hoe je daar samen ook als gemeenschap aan kunt werken. En dat hoor ik heel duidelijk ook terug in wat je vertelt. Ja, en als ik je aan mag vullen. Ik denk dat we heel vaak deze dingen echt ook zien als een soort van technisch probleem. En laten we daar meer techniek voor maken om dat op te lossen. En ik denk wat ik heel mooi terug ga uit je verhaal, is dat we weer in relatie moeten stappen. In relatie met onszelf en wat we echt nodig hebben. In relatie met de ander. Maar ook in relatie met de niet-mensen of de meer dan mensen. Ja. Ja. En dat is het woord, die relatie, maar ook de waarde weer anders bepalen. Op dit moment bepalen we de waarde eigenlijk alleen maar met z'n allen door het in geld uit te drukken. Maar er zijn zoveel meer waarden. En als we dat ook aan bepaalde producten meegeven, dan kunnen we ons ook overtuigen de juiste spullen daarvan dan waarden, geld in te wisselen. Sociale waarden, natuurlijk kapitaal, et cetera. Ja. Petra, ik vind het ook. Mag ik daar een perspectief aan toevoegen? Ja, zeker. Want, kijk, ik zeg altijd, handel heeft verschillende oorzaken. Ik bedoel, je hebt soms handel omdat je natuurlijke voordelen hebt. Hè? Ik bedoel, een land kan heel goed zijn in graanproductie of in zuivelproductie. Nou, prima. Een handel kan zijn omdat je gecreëerde voordelen hebt. Denk aan Silicon Valley of de regio rond Eindhoven. Bedrijven bij elkaar die dan
meerwaarde krijgen. En je hebt handel vanwege oneigenlijke voordelen. En dat is eigenlijk waar we het hier over hebben, als ik er als econoom naar kijk, zeg maar. Oneigenlijke voordelen, omdat je bijvoorbeeld kinderarbeid hebt, dus je overschrijdt sociale normen of je overschrijdt milieugrenzen. En dat moet je dus aanpakken, wil je dat soort oneigenlijke handelstromen gaan keren en inderdaad ook andere waardes toevoegen in handelstromen. Wat ik wel een lichtpuntje vind dan in dat verhaal, is dat in ieder geval binnen de EU wordt daar heel hard gewerkt aan wat ze dan noemen due diligence. Hè? Dus dat je gepaste zorgvuldigheid toepast bij wat je invoert als bedrijf. En dat je moet laten zien van ik weet dat deze sociale en milieuaspecten spelen. En ik ga daar ook iets aan doen. Of ik ga proberen daar iets aan. Er komt wetgeving aan. Precies. Dus dat vind ik wel lichtpuntjes. Want ik vind het heel sterk. Ik ben niet tegen handel. Maar ik ben wel tegen handel op oneigenlijke gronden. En dat zie je dus bij de kledingindustrie. Die dus naar India is gegaan. Of waar dan ook vanwege de kinderarbeid. Ja. Het speelt heel sterk bij milieu. Bij landbouwproducties in milieu. Ja. En wat ik ook echt een groot contrast vind in hoe we ons gesprek hier begonnen en wat we nu zeggen. Weet je, dat idee van aan de ene kant, als Europa, we redden ons wel. Weet je, het maakt niet uit als we onze ketens niet meer kunnen in stand kunnen houden zoals we waren. Het komt het ons wel goed. Terwijl we nu heel erg zeggen van het gaat juist om die relatie en juist niet ieder voor zich daarin. Herken je dat ook? Als een soort van mindshift die we moeten maken? Ja, daar ben ik misschien te economisch voor. Dat zie ik dan niet zo. Ik frame het dus anders. Maar ik vind wel dat je het aan moet pakken. Dus als dat is wat je bedoelt. Je framed hem als die oneigenlijke voordelen die je niet... Ja. Mm-hmm. Dat systeem moet je dus veranderen. Want nu binnen het huidige handelssysteem is daar gewoon geen aandacht voor. Of in ieder geval niet genoeg aandacht voor. En is het inderdaad het hele World Trade Organization. Weet je, dat gaat over het vrijmaken van handel op economische gronden. Maar niet op basis van milieu of kinderarbeid, dat soort aspecten worden daar niet in meegenomen. En het dient ook wel bepaalde belangen veel beter dan andere. Ja, op zekere hoogte. Ja. Ja. Wat wilde je zeggen, Nikki? Nou, wat ik eigenlijk schrikbarend vond is in mijn reis die ik tot nu toe gemaakt heb, is dat het ons zo goed gaat over de ruggen van de mensen waar we de spullen vandaan halen. En nu, de grootste klimaatproblemen treft juist deze delen van de wereld. Natuurlijk kunnen we zeggen, in Europa treft het ons niet zo. Het treft die mensen. Dat betekent dat die mensen op een gegeven moment ook gaan reizen. Die komen dan ook weer deze kant op, want alleen hier is het dan nog te leven. Dus als je het echt holistisch bekijkt, het hangt allemaal samen, vind ik dat wij nu onze verantwoording moeten pakken om te zorgen dat we het holistisch gaan zien. En dat je deze slide nog even opgaat. Wat ik hier eigenlijk wel wil zeggen, is dat de dames in India zijn hoofdzakelijk female farmers. Je hoort ze niet, maar het zijn vaak vrouwen. En deze dame is net zo lang als ik in de textielindustrie. En het is de eerste keer dat ze van haar katoen een eindproduct in haar handen krijgt. Want anders wist ze daar natuurlijk niets van. En juist die connectie, zien hoe trots die vrouw is op een t-shirt dat wij er in de volledige chain dan van gemaakt hebben. Dat brengt mogelijkheden om te zeggen, we kunnen het samen, we kunnen het veranderen. En we kunnen dan ook met katoen goed doen. Want, zo. Ja, mooi. Ja. En misschien ter aanvulling ook, wat ik triggerde me wel wat je zei met oneigenlijke handel. Want dan is het woord oneigenlijk is natuurlijk hetgeen waar het gesprek over moet gaan. Wat is dan eigenlijk oneigenlijk? En ook, waar betalen we nu niet voor? Dus wat je zelf ook al zei, het eten is veel te goedkoop. Volgens mij geldt dat voor ongeveer alle producten die we hebben. Ook in de bouwsector. Heel veel materialen en ook zeker de meer elektronische materialen zoals zonnepanelen die gemijnd worden in China. En dan wil je ook echt niet weten wat voor arbeidsomstandigheden, om het heel eufemistisch uit te drukken, daar spelen. Ja, dank jullie wel tot nu toe. We hebben nog een fragmentje. Ik vond het heel erg goed, het punt waar we nu zijn beland inderdaad. We moeten anders organiseren, we moeten anders besluiten maken. We moeten anders relaties aangaan. Zowel mensen uit menselijkheid en meer dan menselijkheid. En we kunnen niet maar uitgaan van die oneigenlijke voordelen en dan maar blijven doen wat we doen, want we maken er alles mee kapot uiteindelijk. En hebben ook onszelf ermee, wat je net nog even zei. En wat in de film ook goed naar voren komt, is dat we dat zo normaal hebben gemaakt. Die oneigenlijke voordelen. Van wel kunnen we het daar goedkoper krijgen. Maakt niet uit hoe dat precies komt, maar we doen het. Want het is goedkoper.
We hebben nog een laatste fragmentje. En daarin zien we Uwe Gansvoort. En Uwe is een directeur van CNA FIT. En die is een beweging naar echte lokalisering, heeft hij in gang gezet. We moved further and further east with our production in order to meet the best price. And at a certain stage, we said, okay, maybe there has to be something next. And what's about this? And actually, the interest, especially of young customers in sustainability, in local regional production, what we also recognize in the food area, it's also getting now back in close in many other areas as well. And this gives us the final push just to try it. But we also wanted to get closer to the retail market, because we can react quite quick on the sales results in retail. And this, of course, avoids over-distribution, over-production. This was the main reason for that. We decided that it's most probably most sustainable to use an old building and to bring it in the best possible condition. And of course, we try to automize as much as possible. We are still missing the magazine for the trimmings, because we are also hit by the logistics and microchip problems you face all over the world. And this is also related to the magazine, actually. So we are still waiting for this. The raw denim, actually, it's coming. We decided to source all materials from Europe because we want to keep it somehow a European product. So actually, we only use European materials, also the buttons and the riffles. And the fabric is coming from Italy, also from a sustainable fabric mill called Candiani. The pieces which need to be cutted are laid in order to produce minimum waste. Yeah, so they put the pieces closest together and the optimization, we call it. Nou, hij is er zelf erg enthousiast over, in ieder geval. In dit laatste stukje van het gesprek zou ik het graag willen hebben over die stap verder. Als we nou echt een stapje verder denken en een stapje verder doen. Noek, ik zou graag aan jou willen vragen. Als je deze persoon hoort praten over wat hij aan het doen is en die keten korter maken, denk je dan van, die is goed bezig op weg naar een regeneratieve economie? Hij is beter bezig dan dat hij hiervoor was. Maar ik denk het is een begin. En ik ben blij dat hij stappen neemt. Maar ik denk dat er nog wel een lange weg te gaan is. Want ik denk, dit gaat niet over het systeem veranderen. Dit is gewoon hetzelfde doen, maar dan op een andere plek. En als ik dan ook hoor dat we hadden het er net al even over, dat zo'n broek nog steeds €39 kost. Of 69, zoals je zei. Ja, dat die werkers daar ook eigenlijk als machines worden behandeld en weer door een productieketen. En dat nog steeds heel erg gaat over, wij gaan heel veel produceren en dat is ons doel. En ook wat me vooral pijn doet, denk ik, is dat hij niet zegt van, wow, we realiseren ons dat we in onze productieketen zoveel pijn en zoveel onrechtvaardigheid zit, dat we hebben besloten om het nu anders te doen. Maar dat hij zegt van, jonge klanten willen nu duurzame dingen en de markt beweegt ons nog zo. Dus dat laat mij wel zien van dat hij het eigenlijk nog niet helemaal snapt. Als ik het zacht mag uitleggen. Ja, en ik ben toch wel heel benieuwd. Het is een beetje een moeilijke vraag misschien. Maar als je zegt van, hij heeft nog een lange weg te gaan. Als je ons een beetje met 7 mijls laarzen een soort van die weg kan laten bewandelen, wat voor stappen zie je? Van hoe kan hij wel ergens komen? Want dan denken we, nu is hij goed bezig. Wij als, denk ik, regeneratieve organisatie, Cirkels Regeneratie Corporatie, zeggen, begin bij je kern. Begin bij, wat is je missie, wat is je visie? Hoe wil jij bijdragen aan de wereld? Hoe wil jij de wereld regenereren? Mm-hmm. Ga eerst eens aan je kern werken. Wat zijn je waarden? Wat zijn de beloftes die jij deze wereld maakt? Dat is als we echt praten over wat zijn organisatieonderdelen, dan begin daar.
Ja. En werk het daaruit verder door. In je waarden, in je beloftes, in je principes. En zo de waarden verder. Hoe ga je waarden toevoegen? Ja, precies. In plaats van eigenlijk toch hetzelfde doen. Marktgedreven, wat de consument wil, als ik maar kan blijven verkopen. Kijk, weet je, Donna Haraway die heeft een hele mooie definitie van responsibility. Want zij zegt, responsibility is the ability to respond. Mm. En volgens mij heeft hij the ability to respond. Mm. En ik zou hem heel erg een stap voorwaarts zien, van een stap daarin. Ability to respond, dus als je een respons kan geven, als je iets kan doen, dan moet je het ook doen. Ja, iedereen heeft een ability to respond, maar voor iedereen is die anders. Voor iemand die in India zit en met zijn kleine veldje katoen, is die ability to respond heel anders dan zo'n mooie witte hoogopgeleide man die in zijn pak staat te vertellen hoe hij iemand die 5 minuten pauze heeft, dat niet optimaal is voor de productieketen. Ja. Inderdaad. En Jaël, ik ben benieuwd wat het voor jou zou betekenen. Inderdaad, die stap verder. Gewoon echt niet meer oude wijn in nieuwe zakken of net een beetje optimaliseren. Ja. Wat zou echt die stap verder zijn? Ook misschien vanuit de sectoren waarmee je werkt, de bouw, de energie. Ja, dus ik zou hem ook als transitiemaker zijnde op vanuit de transitie willen bezien. Een transitie gaat altijd 2 kanten op. Dus 1, je wil nieuwe innovaties of nieuwe manieren van zijn, of misschien wel oude manieren die we weer opnieuw aanleren, die wil je groter maken. Dus die worden van klein steeds groter, totdat je iedereen ze over kan nemen. Maar en dat is ook wat we leuk vinden. Dat is wat we vaak doen. We gaan innoveren en innovatie stimuleren. Dat wil iedereen, wil dat wel. Wat we een stuk lastiger vinden, is de andere kant van het verhaal. Om te kunnen innoveren, of om die nieuwe dingen te kunnen oppakken, moet je ook dingen afbreken of omwentelen. En dat hoorde ik ook wel terug in die documentaire. Van niemand heeft meer het overzicht. Niemand weet meer hoe het eigenlijk gaat. En dat soort termen werd erover gesproken. En tegelijkertijd hebben wij gewoon een overheid in Nederland, in andere landen, de Europese Unie, die echt wel ook aan de lat staan voor wat gaat er niet goed, wat zouden we eigenlijk niet meer moeten doen, omdat het niet toekomstbestendig is. Omdat het ons niet verder helpt in ons welzijn, in onze welvaart. Dus niet alleen wat gaan we doen, maar ook wat gaan we laten. Wat gaan we niet meer doen, ja. Zeker weten. Ja. Ja. En ik kan me heel goed voorstellen als je, ik noem het even, vastzit in het systeem, zoals deze meneer van de CNA, dat je misschien, dat hij niet zelf bij machten is om dat afbreken zelf te doen. Dat wil niet zeggen dat hij daar niet op verschillende manieren wel aan mee zou kunnen werken door met zijn branche in gesprek te gaan en met overheden ook daar stappen voor te nemen. Dus het ontslaat hem niet van de verplichting er wel over na te denken, maar ik snap ook wel dat hij niet in zijn eentje die verantwoordelijkheid op die manier kan nemen. Maar het moet zeker wel gebeuren, want zonder afbraak is er ook geen opbouw. En daar zijn misschien die relaties die we net benoemden ook zijn weer zo belangrijk. Van, zeker. Je doet het niet in je eentje. Ja. Interessant. Ik ben ook heel benieuwd, Petra, voor het voedselsysteem. Wat jij daar ziet als, inderdaad, als we echt een stap verder zouden denken en niet helemaal vanuit hoe het nu is, maar dan net iets beter zouden redeneren. Wat zijn nou echt alternatieve scenario's voor hoe we ons kunnen voeden? Op een meer. Ja, echt alternatieve scenario's die gaan over kweekvlees en fermentatie-eiwitten en dus geen dieren meer inzetten voor dierlijke productie. Dan heb je het echt over alternatieve systemen waar overigens nog wel een hoop energie in gaat zitten. Dus qua klimaat is dat ook niet per definitie gunstig. Maar daar wordt wel heel erg veel onderzoek naar gedaan. Ook omdat er natuurlijk in grote delen, veel mensen hebben toch moeite met veehouderij en vleesproductie en dergelijke. Wat ik zelf graag zou zien is dat we ons toch meer rekenschap geven van hoe kostbaar voedsel is, hoe lastig het is om voedsel te produceren, hoeveel vakmanschap dat vereist. Dan hebben we het over kleding die tegen afbraakprijzen in de winkel ligt. Dat zie je natuurlijk met voedsel ook. Dan denk ik, dat kan haast niet voor deze prijs geproduceerd zijn. En dat is natuurlijk ook vaak, dan komt het ook in Nederland op het bordje van de boer terecht, die dan toch aan het laagste, laatste eindje trekt. Kortste eind.
Kortste eind. Kortste eind, dat is hem, ja. Dankjewel. Dus ik zou heel graag zien dat dus de voedselprijzen een reëlere weergave worden van de werkelijke kosten van voedselproductie. En als je op systeemniveau kijkt, ja, dan heb je het ook wel over toch minder dierlijke eiwitten consumeren. Dat is onomstreden binnen de wetenschap dat dat echt nodig is. Meer plantaardige eiwitten. En er is zeker plaats voor dierlijke eiwitten, maar ja, minder dan nu. Althans in westerse samenlevingen. Ja, en ook minder voedselverspilling. Ja. En ook zorgen dat je landgebruik niet toeneemt. Dus toch ook hoogproductieve systemen. Omdat uitbreiding van je agrarisch areaal gaat gewoon ten koste van natuurlijke ecosystemen. Ja. En dat moet je vermijden. En ik ben benieuwd, weet je, als we het denken over voedsel en versimpelen, complexiteit uithalen. Zou jij denken dat iedereen gewoon een moestuintje moet hebben en gewoon lekker uit je achtertuin eten? Of denk je dat dat niet per se het meest regeneratieve, duurzame scenario is? Nee, maar goed, dat gaat niet heel erg bijdragen aan de voedselproductie. Ik bedoel, je gaat het echt afleggen tegen het vakmanschap van de landbouwer. Maar ik gun iedereen dat te doen, ook om weer een beetje gevoel te krijgen voor hoe ingewikkeld het is om je eigen groentes te telen. En bovendien, laat ons realiseren dat je het dan altijd hebt over groentes. Hè. Misschien heeft iemand nog een kip. Maar de koolhydraatgewassen, dus de aardappelen, de granen en zo. Ja, dat ga je nooit zelf. Dat ga je niet in je moestuintje doen. Nee. En er zijn natuurlijk ook wel coöperaties voor. Maar dan word ik ook wel weer de econoom. En zeg ik, maar als je nou echt je grond efficiënt wil gebruiken, laat het dan aan die vakman over. En laat die de granen en zo telen. Want ja, interessant inderdaad. Perspectief. Ja, het beste. En Nikki, tot slot. Jij gaat al een stap verder in de mode-industrie, in de sector. Wat zou nog een stap verder zijn? Richting nog regeneratiever, nog meer toekomstbestendig dan wat jij nu al doet. Nou, ik wilde me eigenlijk aansluiten dan wat daarvoor al gezegd is. Ik denk dat we ons met z'n allen bewust moeten zijn in welke oude groeven we op dit moment denken. En een mens gaat natuurlijk altijd uit van zijn eigen successen. En daar blijf je bij hangen. Zeker de generatie die nu zeg maar op de besluitstoelen zitten. En die moeten de dingen waarmee ze succes gehad hebben, dus ontleren. Achterlaten. Want dat is niet meer de toekomst. Mm-hmm. En dat zie ik als... Daar zou ik hele grote laars voor aan willen trekken om daar een andere stemming in te krijgen. Ja. En ze misschien wel meteen direct te verbinden met jullie. Wat zou je ons mee willen geven om te ontleren? Gewoon proberen te ontleren? In ieder geval je te bewust te zijn dat we eigenlijk altijd direct op die ervaringswaarde, op die automatische piloot, van daar voel je je goed bij, daar heb ik succes mee gehad, dat ging goed. Nee, daar moet je juist nu een vraag bij stellen. Want eigenlijk weten we nu dat het niet de juiste manier is. En wat dan wel de juiste manier is, ja, daar moeten we dus weer in relatie treden. Want we moeten dus de knowledge van iemand anders halen. Want wij hebben hem niet zelf. Ja, eigenlijk ook weer die onzekerheid toelaten, maar dan op een andere manier in jezelf. Dank je. Onzekerheid toelaten, maar erop vertrouwen. Hè, want we hebben een relatie, op een vertrouwen dat het samen goed komt. En dat vertrouwen zijn we natuurlijk ook een beetje verloren, omdat we elke keer weer zo ongelooflijk risicomijdend op contracten alles uitgeschreven willen hebben. Ja, wat wilde je nog toevoegen? Ja, over die groeven en daarop voortbouwen en hoe moeilijk het dan is om een transitie ook echt door te maken. Er is vorig jaar ook fantastisch onderzoek gedaan door de University of Virginia. Waarin het ging over dat mensen heel erg geneigd zijn om als ze iets anders willen doen of iets willen oplossen, dat ze iets extra's erbij doen. Dus letterlijk als er een probleem is met Lego-blokjes, dan plaatsen ze een Lego-blokje erbij. Terwijl het net zo goed opgelost had kunnen worden door een Lego-blokje eraf te halen. En dat is precies waar we volgens mij heel vaak mee te maken hebben. Dat we altijd op zoek zijn naar wat kunnen we erbij doen om het maar beter te maken, in plaats van wat kunnen we weghalen om eigenlijk tot een betere wereld over te gaan. En laat nou net voor dat meer doen ook meer energie, meer vervuiling, et cetera, op dit moment nodig zijn of plaatsvinden. Noek, nog een toevoeging? Ja, het is ook een van de eerste dingen die ik doe. Ik heb ook een masterprogramma met studenten die willen leren hoe ga je nou zo'n systeem in dat je wilt regenereren. Het eerste wat we ze leren is bewustzijn van je eigen overtuigingen. Waar kom ik vandaan? Wat weet ik, wat weet ik nog niet? En hoe ga ik daarmee om? Ja. En ook het ontleren, eigenlijk staying with the trouble. Hoe blijf ik bij dat het moeilijk is? Hoe blijf ik bij dat het schuurt? Hoe blijf ik erbij dat ik het niet weet? En het niet blijf weten. Maar kan ik dan toch de most elegant next step nemen? Dus de meest elegante
beste stap om verder te verkennen hoe ik kan regenereren. Ja. En dat is echt heel moeilijk. En dan hebben we het echt over wat vergt het van ons als mens om hierin te kunnen stappen. Ja, het blijft bij dat ongemak en het niet weten. Ja, blijf bij je ongemak. Ja, mooi. Wauw, we zijn aan het einde van dit eerste uur gekomen. Dank jullie wel ook voor dit laatste rondje. Waar we hadden het over het ability to respond als responsibility. We hadden het over wat gaan we doen, wat gaan we laten. Wat gaan we leren, wat gaan we ontleren. Wat doen we erbij, wat doen we eraf. Heel erg belangrijk beide kanten. Want dat liet de film ook zien. Als we maar doorgaan, dan wordt het maar steeds ingewikkelder. En dan komen we er niet meer uit. En dat bewustzijn van de waarde van de dingen die we consumeren, die we eten. En ook van je eigen overtuigingen. En waar kom ik vandaan? Waarom maak ik de beslissingen zoals ik ze doe? Dat is heel waardevol, dit gesprek. Dank jullie. Dank aan alle sprekers. Dank aan jullie hier dat jullie er zijn. Dank aan ieder die dit heeft teruggekeken. De volgende Tegenlicht Meetup die is op 22 juni en die gaat over mobiliteit van morgen. Je kunt ook op dezwijger.nl kijken naar allerlei andere programmering over interessante thema's van deze tijd. Zometeen zie je in beeld een QR-code, want deze programma's zijn altijd gratis. Iedereen is altijd welkom. Maar je kunt wel lid worden van De Zwijger om het te ondersteunen. Dank nogmaals namens VPRO Tegenlicht, namens De Zwijger. En we zien jullie graag een volgende keer. Ja, we zijn er nog. Ja, kom erbij. Ja,